Leuk dat je luistert naar deze podcast. Dit is Amber's podcast en vandaag ga ik in gesprek met Claudia en haar hond Didi. Zij volgen bij mij de Perfect Recall cursus, of die hebben ze gevolgd. En met een oproep om te vragen naar succesverhalen of dieptedalen verhalen, kwam Claudia op de lijn met ik wil daar wel iets over vertellen. Nou, en als cursist vind ik het superleuk dat ze dat met mij wil opnemen. Dus hartstikke bedankt als eerst daarvoor, Claudia. En ja, ik ben wel heel benieuwd. Wil jij eerst een succesverhaal delen of eerst een boe-verhaal? Wat kwam er in jou op toen jij de oproep van mij zag? Nou, wat mij in mij opkwam is een beetje... Ik ben er vorig jaar, augustus, ben ik ermee gestart. Didi is nu inmiddels anderhalf, dus die was vorig jaar een halfjaartje oud. In het begin zijn ze nu pups, zijn ze klein, blijven ze lekker bij. En tegen die tijd beginnen ze toch wat meer hun wegen zelf te zoeken. Dus, en toen ben jij ook via Instagram bij mij op een pad gekomen. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Want het waren korte, krachtige filmpjes waren. Dat waar je iedere dag mee aan de slag. En ik dacht, nou, dat is echt wel iets wat voor ons geschikt is. In de Perfect Recall zit dan het woordje, zeg maar, easy. Of wat je daarvoor gebruikt. Daar heb ik een iets andere aanslag aan gemaakt. Want Didi werkt op fluit. Is een jachthondje. En zij heeft vanuit het nest de fluit meegekregen. Dus vanuit daar zijn we ook verder gaan bouwen. En het geeft zijn ups en ze heeft zijn downs. Nu zit ik als er een konijn langs schiet en ik fluit. Dan komt ze direct terug. Nou, dan ben ik echt helemaal blij. Ja, geweldig. Dus, en zeker voor een jachthond is dat natuurlijk fantastisch dat je fluit. Als er een konijn, want konijnen zitten er nu in overvloed. Je fluit en ze komt bij je terug. Nou, dat is echt al super. Ja, de eerste keer heb ik ook echt een dansje gedaan. Toen dacht ik, ja. Ja, snap ik. Nou, en dat is wel goed dat je dat aanhaalt. Want je kan natuurlijk prima werken met een fluit op de Perfect Recall. Ik vind alleen, als we allemaal gaan fluiten, op een gegeven moment komt hetzelfde fluitje weer voorbij. Maar zeker inderdaad, als zij dat mee heeft gekregen vanuit het nest, dan zit dat er al zo diep in. Dan is het alleen maar onderhouden en goed kijken dat je hem niet vervuilt, als het ware. Want vertel nog eens, je zei een jachthond, wat voor ras? Ik weet het, maar wat voor ras? Het is een Engelse springerspaniel. Dus het is echt uit de werklijn. Beide ouders zijn echt werklijnen, dus de werkdruif zit er heel hoog zit erin. En dat moet je dus inderdaad wel. Ik doe jachttraining met haar en dat vind ik hartstikke leuk. Maar als ik gewoon aan het wandelen ben, dan hoeft ze van mij niet continu iedere konijn en iedere vogel de stang op te jagen. Dus dan moet ze gewoon bij mij blijven. En ja, we beginnen daar steeds beter een goede connectie te maken van wanneer is aan het werk en wanneer zijn we aan het wandelen. Mooi. En heb je ook het idee, doordat zij dat werk doet, dat je jachttraining met haar doet, dat ze op ontspannen momenten, op de wandeling, het ook beter met rust kan laten? Zie jij daar een verband in? Ja, daar zie ik zeker wel een verband in, want ze heeft het echt nodig om aan het werk te gaan. Dus echt die drive om erachteraan te gaan, te apporteren. Dat zie je ook op het moment dat ik jachttraining doe, dan is ze gefocust. En als we aan het wandelen zijn, zijn we aan het wandelen. En dan is ze een stuk, als ze losloopt, een stuk rustiger. Ja. Mooi. Dat kan nog steeds wel een dingetje zijn. Maar dat is meestal aan de lijn. Ja. Dat is meer in de wijk ook, hè? Ja, dat is meer. En dan loopt ze aan de lijn. Sowieso is het aan de lijn lopen. Ze is natuurlijk anderhalf. Is nog steeds uitdagend, zeg maar, met haar. Maar zeker. En er zitten gewoon heel veel katten hier zo. Dus dan is het in de wijk. En die zitten onverwachts. Dan loop je lekker rustig. En ineens is daar de kat. Ja. Heb je het idee dat ze van die katten schrikt? Ja, wordt er heel wel onrustig van. Dus ze is dat helemaal. Dus daar is ze niet blij mee. Nee, die hoeven van haar niet. Oké. Okay. Je zei het er net al even. Hè, qua succesverhaal. Het stukje naar konijnen. Kan je eens nog een voorbeeld noemen dat je je fluit gebruikt en dat je echt dacht, boah, dit is echt zo knap. Met vogels. Vogels op het strand is natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Dan zie je ze gaan en dan loopt ze en dan fluit je. En dan komt ze gewoon terug. Dat heeft echt wel even geduurd. Want in het begin was het inderdaad, gaat ze gewoon. En uiteindelijk kwam ze altijd terug. Maar je begint nu gewoon te zien dat ze gewoon fluit. En denkt, oh ja, we gaan eerst terug. En dan is het, goed. Dan krijgt ze ook altijd wat lekkers. Ze wordt volledig beloond. Dus, Ja, want dat is een soort
ja, vereisten van de Perfect Rico of hè, van de fluit. Dat is voor mij hetzelfde eigenlijk. Dat ze eigenlijk altijd beloond worden daarna. En wat die beloning dan is, kan wel hondafhankelijk zijn. Maar over het algemeen is voer toch wel voor de meeste honden een grote waardering. En doe jij ook onderscheid maken met jackpotjes en gewone beloning? Ja, ik heb altijd twee soorten beloningen bij als ik ga wandelen. Gewoon normale beloningen, dat zijn haar brokken, daar doet ze het eigenlijk hartstikke goed op. En de superlekker, en dat verwisselt per dag nog wel eens een keer. De ene keer kan het worst zijn, de andere keren zijn het zalmkoekjes. Maar daar zit altijd variatie in. En dat zijn de goede, de super dingen zijn het. Die krijgen ze daar en de gewone, dan krijgen ze gewoon een brokje. Ja. Ja. En als ze nu op het strand teruggerend komt van de vogels als jij fluit, welke beloning kies jij dan? De hele lekkere en dan krijgen ze er 3 of 4. Ja, dat is echt een jackpot. Super. Leuk, leuk. En wat ik me nog... Dat is eigenlijk... Ik pak even terug op iets wat je er net zei. Ik heb daar nog een andere podcast over opgenomen. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe jij daar als jachthondeneigenaar naar kijkt. Er zijn mensen die roepen, maar als je hond leert jagen, dan gaan ze dat juist veel vaker doen. Hoe zie jij dat? Nee, dat zie je. Mensen, ik kijk daar anders naar. Ik denk dat een hond contentgebonden leert. Dus op het moment dat ik met haar op jachttraining ben, is zij daarmee bezig. Dat zie ik aan haar ook, want dan staat ze volledig aan en is echt. En als ze gewoon thuis is, dan zit zij gewoon heel anders in het veld. Dus ik denk dat je daar echt wel een verschil kan maken. En bij mij, hier om de hoek heb ik een veld waar heel veel konijnen lopen. Daar kunnen er echt enorm veel lopen. Maar dan gaat ze niet als een blindeling gaat ze daarop af. Dus ik denk dat je daar zeker onderscheid in kan maken. Ja. Ja, waarschijnlijk juist omdat je werk en vrije tijd zo duidelijk kadert, hè? Ja. Ja. Mooi, dank je. En wat is wel een beetje een dieptepunt geweest de afgelopen jaar? Dat je dacht, tjoe, dat was niet fijn dat dat gebeurde. En misschien heb je die ook niet gehad, hè? Maar ik vraag hem maar. Nou, jawel, zeker wel. Ik denk dat je altijd de ups en downs hebt. Dat je af en toe inderdaad met haar bezig bent. En dat je gewoon aan het trainen bent op een veld. En dan ziet ze toch iets en dan gaat ze de berg over. En dan denk je, shit. En je fluit en ze komt dan niet direct terug. Ja, daar is dan baal je. Maar ik heb wel geleerd inmiddels dat je er niet achteraan gaat. Dus ik ga niet achter haar rennen. Ik blijf gewoon staan waar ik sta. En ik wacht nog eventjes een tijdje. Dan fluit ik nog een keer. En dan kijk ik of ze komt. Maar ik heb wel eens momenten gehad dat het inderdaad best wel lang duurde. Dat ik van nou, die komt niet meer terug. En dan uiteindelijk komt mevrouw wel terug. En dan ben ik wel blij als ze bij me is. Maar dan krijgt ze geen beloning. Oké. Dat is de vraag. Hè? Er zijn ook discussies over. Hè? Vonden dat nog weten? Ja. Of kijk, dat ligt eraan of ze dat stuk nog weten. Of dat je beloont voor toch weer bij jou in de buurt zijn. Daar zijn de meningen super over verdeeld. Ik ben altijd blij als mijn hond weer bij me is. Hoe lang die ook weg is geweest. Ik beloon dat wel echt altijd. Hey, en als je terugkijkt op een jaar Perfect Recall. En bezig zijn met de cursus met Didi. Wat vind je heel leuk aan de cursus? Je zei net al even, hè, de korte filmpjes spreekt me heel erg aan. Maar wat heb je nog meer uit de cursus gehad en wat vind je er leuk aan? De variaties, want er zitten echt spelletjes zitten erin. Dus dat je echt met de hond bezig bent. En ik denk dat dat ook juist voor je verbinding heel erg werkt. Bijvoorbeeld met die halsband, dat aanleren. Ik heb bij haar nooit problemen als zij bij mij komt. Dan kan ik altijd rustig. Bij mij krijgt ze de lijn om. Dan gaat ze nooit gekke dingen mee doen. Dan weet ze, en ze krijgt ook altijd een beloning. Dus ik hoef ook nooit. Ik pak de lijn en ze peert hem tussenuit. Maar ik denk dat dat inderdaad, doordat je dat gewoon zo consequent gedaan hebt, dat je dat wel bereikt ermee. Ja. Ja. En de afwisseling erin, het is gewoon heel afwisselend. Ja, ja, leuk. Ja. Daar hou ik zelf ook. Ja, weet je, en het zijn behapbare filmpjes. Hè? Het is niet dat je de eerste 10 kwartier naar een filmpje moet gaan zitten kijken en dan nog 3 keer terug moet spoelen van wat moet ik ook alweer doen. Nee, je kijkt en dan denk ik, oh, je kan het ook gelijk toepassen. Dus het gelijk toe kunnen passen, het gelijk ermee bezig kunnen zijn. Ja. Mooi. En kijk jij hem op laptop of op de app, op je mobiel? Ik heb hem op de mobiel zitten. Oh ja, dan is het helemaal handig. Dan kijk je even en kan je inderdaad meteen op de wandeling. Ja, dat doe ik zelf ook. En nu nog, want ik ga nog af en toe dat ik wel eens eventjes terugkijk. Van ja, oh ja, welke ga ik... Dan merk je van, hey, ze zit nu in de puberteit. Dus nu heeft ze af en toe van die momenten dat je denkt van... Denk, oh, welk spelletje ga ik nu eens eventjes erbij pakken? Wat nu eventjes erbij past? En die gaan we die dan weer eventjes doen. En dan merk je ook, doordat je dat weer aanpakt, dat ze dat ook weer beter oppakt. Dus daarom zeg ik, het is ook een blijvend proces, denk ik. Zeker totdat ze...
een jaar of drie is, denk ik. Want de eerste 3 jaar is het sowieso opvoeden, opvoeden, opvoeden. Zeker. Ja, en daarna ook nog wel, maar dan iets minder intensief. Maar nee, dat is zeker met het ras wat jij hebt, tot de 3 jaar denk je nog, oh, dat kennen we. En dan denk je, oh, dat kennen we toch nog niet helemaal. Nee, precies. Dat zijn echt die hupjes die ze maken in hun eigen ontwikkeling. En dat is ook gewoon kei leuk. Dat moet ook. Ja, ja zeker. En dat is ook heel leuk natuurlijk. Hè? Ja. Dat maakt het ook wel heel leuk. Ja. Robothonden komen er vanzelf nog wel. Ja, precies. Weet je, je moet wel een beetje honden hebben die gewoon lekker hun eigen ding kunnen doen, vind ik. Daar hou ik toch ook wel een beetje van, hoor. Maar dat ras heb je ook wel Anders moet je uitgekozen. zo'n afstand. Ja. Dus dat zit wel goed bij jullie. Ja, dit is een heel. Ja, precies. Dat is echt wel een handjevol ras, dit. Leuk. Had jij nog iets heel anders wat je wilde delen over de cursus of over een ervaring die je met Didi hebt gehad? Wat je Nou, ik denk dat het ook wel buiten de Perfect Recall, dat die spelletjes ook voor je verbinding met elkaar gewoon goed zijn. Dus dit is niet alleen daarvoor is, maar sowieso goed is. Ja, en ik heb hem gewoon heel erg leuk ervaren. En ja, nog steeds, ik gebruik hem nog steeds. Dus Leuk. ja. Nou, we gaan in september weer opfrissen, de hele cursus. Dus dan Kijk. gaan we weer een collegeweek doen met alles erop en eraan. Dus Leuk. nou, dan maak maar eens flink wat filmpjes. Ik ben benieuwd hoe het eraan toe gaat bij jullie. Ja, leuk. Dat doen we vaak, denk ik. Oh, achteraf denk ik, oh, deze had ik moeten filmen. Ja, je moet filmen. Superleuk. Ik zie dat graag. En in de collegeweek kan je dat met me delen. En dan kan ik je even voorzien van feedback of... Nou, voor anderen werkt dat ook empowerment. Of empowerment. Als het bij een ander goed gaat, denken anderen ook. Oh, maar dan ga ik ook nog even door gas geven. Dus zeker als het een keer lukt, filmen is hartstikke leuk. Nou, gaan we zeker doen. Zo. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor het maken van deze Graag gedaan. podcast. Ik wil je veel oefenplezier doorwensen en vooral genieten van het opvoedproces van Didi. En ik volg op de zijlijnen graag mee. Ja, graag. Heel erg dankjewel.